vlees? Vlees? Veggie? Of wereldkeuken? Volg gewoon je eigen goesting. Want onze Njamchefs tonen je hier de weg naar snel, makkelijk en lekker koken. Lieve culinaire vrienden, wat is er sneller, gemakkelijker en lekkerder dan mosselen friet? En ook niets Belgischer dan dat. Dus ik dacht, ik maak mijn eigen versie. Ik ga mosseltjes maken, een klein beetje saffraan erin, heel lekkere groentjes erbij, een mooie roomlaag erop, met een lekker biertje daarbij, maar dat ga ik nog niet allemaal verklappen. In ieder geval, het worden mosselen friet vandaag. Oké, wat ga ik doen? Weet, mosselen, dat is heel gemakkelijk. Je moet één ding onthouden. Je hebt wat vocht nodig en vetstof, groentjes, mosseltjes en dat is het. En dan zijn we vertrokken. Dus veel heb ik niet nodig. Wel een goede venkel, want dat vind ik heel lekker bij mosselen. Selder. Wat van die jonge uitjes of lenteuitjes ga ik gebruiken. En wat nog? Ah, wat venkelzaad. Vind ik heel lekker. Dat zijn de groentjes die ik ga gebruiken voor mijn mosselen. Dus een goede pot. Een mosselpotje gewoon. De vetstof dat halen we natuurlijk van een stevig klontje boter. Dat doe je onderaan in de kom. Hup. Dan zou je kunnen zeggen een beetje water of witte wijn. Ik heb gekozen voor een lekker Belgisch biertje. Hup. Dus dat ga ik er onderaan als bodem in doen. Dat is een wit biertje, hè? Of een, dat is een wit biertje. Ah, ja. Wit bier en mosselen, dat is iets dat heel lekker samengaan. Allee, dat geeft zo die frisse, zure toetsen daarin, is heel lekker. Een beetje venkelzaad ga ik er al in doen. Kijk. Dat mag wel wat zijn, hè. En dan de groentjes snijden. Zoals gezegd, begin ik met die jonge uitjes, lenteuien. Dat mag ook gewoon een ajuin zijn, hè, als je nu thuis dat niet hebt. Maar ik vind dat wel heel lekker, warme lenteuien, warme pijpajuin. Dat geeft zo... ik vind dat ietsje frisser. Die gaan we gewoon snijden. Voilà. Nu, ik heb gezegd, mosselen friet. Ik ga niet echt frieten maken. Ik ga er een verfijnder gerechtje van maken. Je gaat dat wel zien. De venkel. Dat loof ga ik gebruiken voor straks. Dat ga ik ook nog niet verklappen, maar dus zeker bijhouden. Altijd bijhouden, want dat is heel mooi om te dresseren. Maar dat is ook lekker. Die bovenste stukjes van de venkel, normaal wordt dat weggegooid. Allee, of je kunt daar nog wel wat dingen mee doen, maar die zijn iets taaier om te eten. Maar voor mosseltjes geeft dat gewoon smaak af, dus ik snijd dat er gewoon bij. Ook wat fijn gesnipperd. Venkel, de rest van de venkel mag er ook bij. Niet alle mensen eten dat graag in winkel. Dat is natuurlijk een sterke anijssmaak. Maar je moet daar eigenlijk niet te veel mee doen. Je moet dat gewoon heel kort opbakken in olijfolie of zoiets. Meer dan genoeg. In Italië wordt dat heel veel gegeten, maar oh, dat ruikt zo goed. Voilà, winkel onderaan. In plaats van het bierken zouden daar ook een pastis of zo? Ja, zeker met die venkel is pastis ook een goed idee, omdat dat natuurlijk ook anijssmaak is. We hebben op de site van Jan hele toffe receptjes al staan met mosselen en, of met zeevruchten en pastis. Dus dat is een hele mooie combinatie. Maar ik heb gekozen voor een Belgisch bierke. Selder moet er ook bij. Ook echt een mosselgroente, hè? Welke groentjes zou je nog met die mosselen kunnen combineren? Wat ook heel lekker is. Ik heb dat bezocht. Mensen dat misschien gezien hebben, met de smaaktoerist zijn wij gaan. En ik kan zelf zeekraal gaan snijden. Dat is ook iets wat superlekker is bij mosselen. Alle zeegroenten. Zeekraal, zeevenkel, lamzoren, ook superlekker bij mosselen. Maar een klassieker is eigenlijk gewoon selder, uien. Je hebt garanteerd zijn er mensen die aan het kijken zijn die zeggen, oh, ik doe dat altijd wat wortel in of prei. Dat maakt eigenlijk niet uit. Dat is ook het toffe aan mosselen maken. Je kunt daar je eigen ding mee doen. Zelfs wat paprika's. Eigenlijk is alles mogelijk, zal ik maar zeggen. Mosseltjes.
komen uit Zeeland. Ik heb zo niet de grote mosseltjes genomen, klein mosseltjes. Normaal moet je die heel goed wassen. Of vroeger werd dat toch zo, je moet dat heel goed wassen. Tegenwoordig, als je dat koopt, is dat al redelijk goed gewassen. Ik haal soms die bovenste schelpjes zo eraf. Oh, dat is een kapotte, die ga ik niet gebruiken. Maar je ziet, die zijn al redelijk proper. Hè. Hoeveel per persoon ongeveer? Ja. In grammen, dat is een beetje een moeilijke vraag van een grote eter dat je bent. Maar je moet toch zien dat je zeker een kilo mosselen per persoon hebt. Dat is al niet te veel. Ik ga niet echt een hoofdgerecht maken, ik ga een voorgerechtje maken. Dus in dat geval ga je zien dat je met zo'n kilo toch al redelijk wat kunt doen. Maar super lekker. Peper, goeie tip. Als je peper gebruikt bij mosselen, als je witte selder gebruikt en je doet daar witte peper bij, dan wordt dat super pikant. Maar echt super pikant. Zeker als je dat wat over hebt. En soms haal je dan zo die mosseltjes schaalt die al uit de schelp. En je doet dat in diezelfde jus. Als je die jus opwarmt, iets met witte peper verdubbelt qua pikantheid als je terug opwarmt. Dus je moet daar altijd mee opletten. Eenert wat je kookt met witte peper, als je bijvoorbeeld witte peper in soep doet, je kookt die op, die wordt super pikant. Dus ik gebruik liever wat zwarte peper. Een mosselsapje dat mag wel pittig zijn, hè? Dus je moet daar niet mee inzitten. Dat mag wel wat pikant zijn, maar witte peper is gewoon iets te veel. Wat zout, ook niet te veel zout, want mosseltjes heeft natuurlijk al een beetje een zilte smaak. Ben ik hier iets vergeten? Ik ben aan het kijken. Nee, dat is het. Meer heb ik eigenlijk niet nodig. Nog een klein klutsje bier erbij doen. Ja, dan mag je dat wel hebben. En dan gaan we dat gewoon rustig op het vuur zetten. Hoe lang moet dat? Mosselen, niet lang. Eigenlijk zeg ik altijd, een heet vuur, 6 minuten. 3 minuten opschudden, 3 minuten, meer dan genoeg. Die mogen nog zo'n beetje baveus zijn, vind ik zelf. Maar voor dit gerechtje moeten ze wel iets verder zijn dan baveus, want we gaan die uit de schelp halen. En hoe minder gaar ze natuurlijk zijn, hoe minder gemakkelijk dat je ze eruit haalt. Maar zeker ervoor zorgen dat je mosselen niet helemaal weggekrompen zijn. Hè. Dus niet te lang, zo op het vuur, perfect. De mosselen heb ik gebruikt. Bier heb ik ook gebruikt. Ik heb gezegd mosselenfriet. Dus daar moet natuurlijk een frietpatat bij. En we gaan die frietpatat gewoon gebruiken om een garnituurje te maken. Ik ga namelijk straks mijn mosseltjes in dat soepje serveren in het bierglas. We gaan daar een mooie schuimlaag op zetten van opgeklopte room. En we gaan daar een krokantje op leggen van patat. Dat is eigenlijk refereerd naar de friet. Mensen die een mandoline thuis hebben, kunnen dat zeker met de mandoline doen, om daar een fijn schijfje van te snijden. Let wel op, mandoline is supergevaarlijk. Daar zijn al meerdere vingertjes een stukje kleiner van geworden. Dus let daar zeker mee op. Maar daarmee kan je natuurlijk mooi hele fijne plakjes van de aardappel snijden. Maar als je dat niet hebt, no problem. Ofwel doe je dat gewoon met een dun schiller, ofwel, gelijk mij, ik heb geen mandoline bij, dus gewoon met het mes. Klein stukje eraf, dat die patat mooi op zijn zijkant blijft staan. En dan ga ik daar een paar hele fijne schijfjes van snijden. En we gaan dus eigenlijk een soort chipsje bakken. Hè. Ik ga dat gewoon doen in een pannetje met olijfolie. En je zei, Jeroen, dat is een frietaardappel. Hè? Kan ik die dat zo vinden in de supermarkt? Ja, dat vind je gewoon in de supermarkt. Ik weet, ik moet zelf ook altijd zien. Tegenwoordig staan er zoveel soorten. Mm-hmm. Je hebt van die bloemige aardappelen, frietaardappelen, vastkokende aardappelen. Maar een frietaardappel is eigenlijk ideaal voor frietjes, maar ook natuurlijk voor dit mee te maken. Dat mag aan de kant. Ik heb hier gewoon een paar mooie grote schijven, aardappel. Ik ga nu een pannetje pakken met een beetje olijfolie. Die mosseltjes, dat begint te gaan. Pannetje. Rup. Ik ga zoiets pakken. Hoor je, de mosseltjes? Dus eigenlijk mag ik die al stilletjes aan opschudden. Ik ga dat aan de pombak doen, hè, want dat is zonder vuiligheid. Misschien een gekke vraag, Jeroen, maar waarom doet je dat, dat opschudden? Ah, wel, uw groentjes zitten natuurlijk
helemaal onderaan. Je groentje zit helemaal onderaan en je schudt die naar boven. Ziet het? Dat heb ik nu gedaan en dan zitten die mooi bovenaan eigenlijk. Ik ga dat een keer proeven. Genoeg. We moeten al niet meer. Deze vuur ga ik afzetten. Deze mag af. Ik ga hier gewoon nog mijn frietje inbakken. Iets wat ik nog niet heb laten zien, dat is saffraan. Ik ging daar een klein beetje saffraan bij doen, zelfs bij de saus, dat dat een beetje een gelige look krijgt. Dat geeft natuurlijk ook een heel lekkere smaak, saffraan. Wel mee opletten, want dat kan heel snel te veel worden. Dus moet daar wat mee opletten. Klein beetje erin. Saffraan is super duur. Maar die van de supermarkt, laat ons eerlijk zijn, dat is niet de echte saffraan. Echte saffraan zijn eigenlijk de stampers van bloemen. Dit is een, laat het zeggen, een soort look-alike, maar dat is veel goedkoper en dat is ook gemakkelijker en dat is ook wel lekker. Dus gebruik dat gerust. Kijk, die patatjes leg ik ondertussen in die olie. Een keer zien voor een vorkje of zo. En we laten die gewoon rustig bakken. Laat daar gewoon een soort chipsje van worden. Dus je zou die ook in een friteuse of zo. We zouden dat ook maken. In een friteuse kunnen doen. We zouden dat eigenlijk ook in een oven kunnen doen, maar dat gaat te lang duren. Vandaar dat ik nu ervoor gekozen heb om dat zo te doen. Maar je kunt dat ook in een friteuse doen. Wanneer weet je dat chips of zo'n aardappelen klaar zijn? Olie begint zo te schuimen. Van het moment dat die terug rustig wordt en gaat liggen, wil het zeggen dat al het vocht uit je aardappel is. En dan is eigenlijk is die een mooi krokant. Het enige wat moeilijk is natuurlijk om de juiste temperatuur te vinden. Als dat te hard is, dan wordt die zeer snel donker, uw aardappel, en is hem niet gaar. Maar dat lukt wel. Kijk, ik heb hem iets stiller gezet. Oké. Die mosseltjes die ga ik er nu uithalen. Ik ga nog een klein sauteuzeke pakken voor de jus. Die ga ik... Kijk, ik ga dat... Hoe ga ik dat doen? Ik moet een handdoek hebben. Ik ga die jus daar afgieten. Wel bijhouden natuurlijk. In een kleine sauteuze. Zo. Hop. Dat gaat ook wel een smaakbommetje zijn, hè? Ja, maar mosselvocht is het lekkerste wat je kunt hebben voor vissausen van te maken. Ah, ja. Dat heeft zo'n lekkere smaak. Kijk, we gaan dat gewoon wat opzetten op het vuur. Niet te hard, niet te hoog. Ik ga daar mijn saffraan aan toevoegen. Dat is zo'n klein potje. Hup. Gaat dat de smaak veranderen of is dat vooral voor de kleur? Nee, dat gaat de smaak ook veranderen. Dat heeft een hele intense smaak, in saffraan. Dat gaat zeker de smaak veranderen. Een klontje boter er nog in. Dat dat mooi vol wordt van smaak. Beetje vettig ook natuurlijk. Hè. Voilà, dat laten we mooi opwarmen. Dat frietje, dat ga ik hier ook... Ik ga een keer omdraaien. Dan begint het al mooi bruin te zien. Dat komt ook helemaal goed. Dat gaan we rustig laten bakken. Dat ga ik ook heel even laten opkoken. Tijd voor mijn mosseltjes. En die mosseltjes die ga ik direct in het glas doen. Dus ik ga... Je weet, mosselen moet je eigenlijk eten met de schelp zelf. Hè. Dus we gaan die gewoon die mosseltjes daaruit halen. En we vullen daarmee ons glas. Hup. Je zou nu kunnen zeggen, ja, die groentjes, dat is toch jammer dat we die niet gebruiken. Je mag die gebruiken, hè. Je kunt die even goed daarbij doen. Kijk, als je nu zegt, ik wil daar toch een beetje penkel, selder, dan gaan we dat gewoon daarbij doen. Kan perfect. En je vult dat ongeveer de helft met de mosselen. Oei, ik heb een schelp erin. Dat is niet de bedoeling. Zo een gesloten mossel, Jeroen. Is dat een fabeltje? Is die dan effectief slecht of heeft die gewoon nog niet een tijd gehad? Ja, die heeft vaak gewoon nog niet een tijd gehad. Niet al die mosselen gaan in één keer hetzelfde moment open. Maar dat is niet echt slecht. Weet je, zo mosselen en oesters. Mensen vragen soms, hoe kan ik dat zien als mijn oester slecht is? Dat riekt direct. Daar moet je niet over twijfelen. Het is heel zelden dat je een slechte mossel of zo kunt eten zonder dat je het merkt op het moment zelf. Dus geen enkel probleem. Dat gaat het direct wel ruiken dat die niet meer goed is. Een mossel dat niet open gaat, heeft soms gewoon niet lang genoeg opgestaan.
Dus niet te veel vragen bijstellen. Je zou dat ook met schelpjes kunnen doen. Hè? Vongole, heel lekker. Kan daar ook perfect voor gebruikt worden. Maar ik vind het plezant om dat zo te serveren. Omdat we hebben eigenlijk, ik heb u gezegd in het begin van de aflevering, ik ga mosselen friet maken. En dat is het eigenlijk wel een beetje. Hè? Ik heb mijn mosseltjes, ik heb mijn patatje hier. Om het helemaal af te werken, zijn we zo om het helemaal Belgisch te maken, ga ik daar natuurlijk een Belgisch sausje bij serveren. En wat serveer je bij mosselen friet? Ja, mayonaise. Mayo. Mayo. Ja, hoe hard houd jij daarvan? Zo van mayo? Nee, van zo klassiekers zoals mosselen friet, maar dan heel wel erg. In een nieuw fractje. Zo, ja, dat nieuw fractje. Ik vind dat altijd wel een keer tof om te doen. Omdat zeker als, als ik zo wat feestjes ga doen bij mensen bijvoorbeeld, dan vinden ze dat altijd wel tof dat je zo terugvalt op die klassiekers, maar dat je daar toch zo iets nieuw mee doet. Ik vind dat zelf ook wel plezant. Want ik zeg altijd, ik ben ook iemand die heel graag zo keuken van een ander land maakt. Zoiets Libanees of iets Italiaans of eender twa. Maar we hebben bij ons in België ook wel super lekkere klassiekers die we zeker moeten onderhouden. En daar kunnen wij altijd wel plezier mee doen. Dus bij mij staat daar regelmatig op het menu door de echte klassiekers. Ik vind dat heel goed. Kijk, dat is bijna zo goed als vol. Ik wil dat zo tot aan dat rood lijntje hebben. Dat ik hier nog eentje vind. Voilà. Zo. Dat zal genoeg zijn. Mijn patatje. Mijn chips, zal ik maar zeggen. Die is ook klaar. Kijk, die ga ik rustig aan de kant laten. Dan ons sausje. Dat gaan we even gas in geven. We gaan dat even opzetten. En een kloppertje, door het feit dat daar boter in is, gaat dat wat mooi beginnen te binden, laten we maar zeggen. En een mooie binding krijgen. Dat gaat die saffraan ook wat zachter maken. Die chips ga ik eruit halen, want die alleen maar verbranden om het. Want als ik het goed kan zien, Jeroen, staat uw vuur nu uit, hè? Is dat de bedoeling? Nee, ik heb het hier nog, het staat nog een beetje op. Dat is zo wat opwarmt. Een zacht vuurtje, ja. Ja, ik zal dat potje wegzetten, dan ziet het misschien beter. Ik ga dat nog heel even laten opkomen. Ik ga dat een keer proeven. Er is niks makkelijker dan mosseltjes maken. Al zeg ik het zelf. Wat proef je? Wat zeg je? Wat proef je? Laat ons watertanden. Die saffraan, dat komt natuurlijk heel erg naar boven. Het zilte van de zee dat daarin zit, die mosseltjes, dat geeft zo een hele sterke, volle smaak. Die boter zorgt dat een beetje smeuig wordt, dus dat is ook heel lekker. Kijk, en ondertussen, dat ga ik ondertussen doen. Dat is aan het koken, dat gaat beginnen koken, dat gaat mooi opgekookt worden. Ik heb hier een beetje volle room. Room van 40% is ideaal eigenlijk om iets op te kloppen, hè, een vette room. Ik ga die gewoon in een kom doen. We gaan die opkloppen, maar zo vierge opkloppen, half opkloppen. Daar mag zelfs een beetje peper en zout in. Is zo'n volle room, als ik dat koop in de supermarkt, is dat dan ook de slagroom voor op je stukje kriekenvlaai bijvoorbeeld? Is dat dan hetzelfde of is dat dit dan zo'n culinaire room? Kijk, dat is eigenlijk, het is niet zo moeilijk. Als je room koopt voor in eten te doen, heb je ofwel culinaire room of je hebt wel vette room. Staat altijd op een potje room, staat aangeduid omdat het vetgehalte. Dus je hebt er 30, 35, 40% vet. Als je iets wilt opkloppen, zoveel mogelijk vetgehalte, 40%. Maar als je iets wilt laten opkoken, of als je een sausje hebt, een roomsausje, pak je beter iets minder vet. Culinaire room. Dan is dat eigenlijk niet nodig. Plus, je hebt ook wat meer kans dat dat begint te schiften. Maar als je room wilt gebruiken om op te kloppen, gelijk in ons geval nu, pak dan maar een vette room. 40% vetgehalte. Anders krijg je die niet opgeklopt eigenlijk. Die begint al te pakken.
mijn sausje hier. En dat wordt eigenlijk je schuimkraagje van uw pintje. Ja, dus ik ga eigenlijk een soort pintje namaken, zal ik maar zeggen. Kijk, dus de room is goed zo. Zie je dat hier zo de strepen, je ziet wel de strepen van je opkloppen, maar ook niet te hard. Het mag geen slagroom zijn. Het mag niet voor op een dame blanche te doen. Hè. Een beetje proper maken hier. Ah ja, deze niet vergeten. Hè. Het loof van mijn winkel om iets mee af te werken. Dat is zelfs nodig voor onze chips. Ondertussen ga ik hier mijn sausje gebruiken. Soeplepeltje. Hup, soepje gieten we erover. Ik ga dat doen. Ik weet, in de meeste bierglazen staat er zo'n streepje waar dat schuim moet beginnen. Dus ik ga mij daar ook aan houden. Zoiets. Dan de lepel voor onze room. Eén keer wat een mooi pintje erbij. Dan onze chips. Die gaan we er mooi op leggen. Ik had gezegd mayonaise, Belgische mayonaise. Die ga ik dan ook gebruiken. En we gaan daar zo wat toefjes op doen. En ik garandeer u, als je dat geeft op een feestje, dan gaat het scoren. Hè. Hup. Daar doen we onze takjes op van de venkel, hè, de kruiden die in onze mosseltjes zaten. Hup. Voilà, een beetje spielerij. Eindigen met nog een klein beetje peper om top. En dan heb je mijn versie van een mosselenfriet met een Belgisch biertje bij. Ik zou zeggen, santé en laat het u smaken. Morgen kookt Jelle Beekman snel, makkelijk en lekker. Hij zet dan een vleesgerecht op ons weekmenu. Tot dan, tot njam.